Want, op het landwetschap. Ja, Marlijn, jij bent eigenlijk al jaren bezig om je in te zetten of om te werken met vluchtelingen, met Syrische vluchtelingen. In Syrië heb je gewerkt en ook in Jordanië met A Serious Mission. Waarom is dat zo belangrijk voor jou? Nou, er is gewoon een enorm contrast tussen wat je op het nieuws ziet en wat je aantreft als je met eigen ogen gaat kijken. Ja. En dat is vooral die, ja, echt toch de schoonheid die je ziet als je mensen echt ontmoet. Ja. Terwijl een nieuwsitem focust natuurlijk op de grootste ellende. Dat is een soort van logica, maar dat maakt wel dat wij een heel vertekend beeld hebben van de werkelijkheid. Ja. En juist dat als je in Jordanië bent, je ziet Syriërs die dus dat land overspoelen, een aantal miljoenen. Ja, je ziet dat dat mensen zijn met enorm veel levenslust, maar ook mensen met een opleiding, met een baan en een gezin. En eigenlijk mensen, ja, waar je eigenlijk heel goed mee kan identificeren. Ja. Het is natuurlijk heel anders als wij een debat hebben over jihadisten en mensen die inderdaad met allemaal in doeken gehuld op elkaar aan het schieten zijn. Dat staat enorm ver van elkaar af. Want Abdel zei net, hè, dat Jelinek dat zo goed had gedaan om je echt mee te zuigen. Want je komt misschien ook wel tegenover een cynisch publiek te staan, dat weet je niet. Jullie gaan nou een Postcard from Aleppo maken, een mini-opera. Hoe ga je dat aanpakken? Wat wil je bereiken? Nou, ik was geraakt door op Facebook te zien dat er kunstprojecten worden gemaakt in Aleppo. En het was meer een spiegel voor mezelf van ja, het leven gaat daar door en er zijn kunstenaars en die ontfermen zich ook over de bevolking die natuurlijk enorm worstelt met hun emoties en met wat ze meemaken. Dus die mensen heb ik gevraagd om dus postkaarten te gaan sturen. En ze komen naar Nederland alleen niet op tijd om ermee te maken. Dus wij hebben soms, als het internet het doet, scans ontvangen via e-mail. Dat zijn soms echt verhalen gewoon over hele alledaagse dingen. Maar soms zijn het ook immense gebeurtenissen die daar beschreven worden op zo'n klein velletje. Ja, want Abdel, jij gaat met die postkaarten aan de slag, want jij schrijft daar de tekst op. Wat is je opgevallen aan wat je hebt gelezen, wat je binnenkreeg? De eerlijkheid en de oprechtheid waarmee ze het doen. Ze zijn totaal niet cynisch. Zij zitten daar in een belegerde stad. Ze horen elke dag die bommen afgaan. Ze gaan gewoon naar school. Een meisje moet brood en water verkopen. Er is een vrouw. Het eerste waarmee ze begint is: die oorlog is er, maar mijn man is net bij me weggelopen en heeft de kinderen meegenomen. Dat is veel erger. Dat schrijft ze in die aanzichtkaart aan ons. Dus hoe kan je nou cynisch zijn? Die mensen zijn zo overrompelend eerlijk. En je beseft ook wel dat ze door die aanzichtkaart schrijven ze even 5 minuten de problemen van zich af. Hè? Even iets anders voor die Nederlanders daar die een opera willen maken. Lekker gek. En tegelijkertijd is het ook hun message in a bottle. Van hey, wereld, er is iets verschrikkelijks aan de gang en we willen op de agenda blijven. Ja, want jij doet daar heel goed werk. Maar nu brengen jullie dit naar de rijke westeling die in de Schouwburg straks zit. Het concertgebouw. In het concertgebouw zit. Ja. En dan? Ja. Het was een moeilijke beslissing. Want je wilt zo graag ook met die vluchtelingen iets betekenen voor hun. Maar er werd tegen me gezegd, wat je echt voor ons kan betekenen, dat is dat ons verhaal of onze stem wordt gehoord. Want wij hebben het gevoel dat we totaal vergeten zijn. En dat is de reden dat ik nu op eigenlijk de mooiste, prettigste, fantastischste plek die we hebben in Nederland, het Concertgebouw, dat ik daar die stemmen een plek wil geven. En dan niet alleen dus de brieven voorlezen, maar juist met muziek, zodat we echt tot het gevoel en de harten van mensen spreken. Ja. En wanneer is het te zien, de mini-opera? We hebben 24e try-out, er zijn nog kaarten. En de 27e is de première natuurlijk in het Concertgebouw. Helaas al uitverkocht. En ik wil nog even bijvertellen dat deze voorstelling wordt gemaakt met Nederlandse en Syrische muzikanten. Oh ja, ook weer vluchtelingen die dan nog een jaar geleden in het orkest zaten in Damascus en nu ook in Nederland wonen. En we willen het project crowdfunden. En je kan ons helpen door ons te steunen op voordekunst.nl. Voordekunst.nl. Hartstikke goed. Dank jullie wel. Marlijn Twaalfhoven, Abdelkader Benali. Ja.